Hallo, leuk dat je kijkt. In deze les pakken we het volgende probleem aan als je een kubus wilt tekenen in perspectief of een vierkant vlak op de grond, maakt niet zoveel uit wat. Dan loop je altijd tegen het volgende probleem aan. Ik ga nu trouwens even eerst uit van het eenpuntsperspectief. We bouwen het weer rustig op, want het is nogal ingewikkeld. Het tweepuntsperspectief komt in een volgende video aan bod. Maar in het eenpuntsperspectief, wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Ik sta recht voor een kubus. Die staat recht voor mij. En dat is makkelijk, want het voorste vlak heeft dan totaal geen vertekening. Dat is gewoon allemaal deze lijnen, de verticale lijnen en de horizontale lijnen, staan parallel aan mijn beeldvlak. Dus die gaan niet de diepte in, die lopen niet bij me weg, gaan dus allemaal kaarsrecht. Dus ik kan gewoon een vierkant tekenen, dan weet ik dat is de voorkant van mijn kubus. Maar hij moet de diepte in. Dus dit zijn de boosdoeners, de lijnen die naar achteren lopen bij me weg, van mijn beeldvlak vandaan. Waar moet ik die nou laten stoppen? Dat is de vraag, hè? Daar heb ik al veel reacties gehad in mails en dergelijke van hoe kun je dat nou weten? En daar is dus een manier voor om dat precies uit te meten en dat ga ik laten zien. Dit is wel belangrijke informatie voor mensen die willen gaan ontwerpen en waarbij schaal een belangrijke rol speelt. Je kunt je voorstellen dat als je weet hoe je perfecte vierkante vlakken de diepte in kunt tekenen, en dit is even hypothetisch hoor, maar stel dat ik zo'n rasterwerk kan maken als dit, en dat ga ik op het eind van de video ook laten zien, hoe je dat doet. Als ik nu zeker weet dat dit vierkanten zijn, dan kan ik er een bepaalde maatvoering aan geven. Dan kan ik zeggen dat is 50 centimeter breed en dan loopt die ook 50 centimeter de diepte in. Of ik zeg bijvoorbeeld het is 1 meter, of ik zeg het is 7,3 centimeter. Dat maakt allemaal niet uit, dat mag je zelf weten. Maar dan kun je dus op een gegeven moment een hele kamer vullen met een bed van 2 meter de diepte in en een persoon van 1,89 meter die ernaast staat en noem het allemaal maar op. En dan heeft het dus nut, hè? Want dan kun je heel precies gaan werken. Zoals bij elk perspectivisch vraagstuk helpt het om eerst de boel juist uit perspectief te halen. Ik teken eerst een plan van bovenaf. Ik teken hier een vierkant en dat kan dus de bovenkant van een kubus zijn of een plat vlak. Dat kunnen we zo niet zien, maar dat maakt ook niks uit. Ik zet hier een punt neer. Dat is ons standpunt. Dan trek ik een lijn vanuit ons standpunt naar de kubus. Dat is onze kijkrichting. En die kijkrichting is dus nu haaks op het voorvlak van de kubus. En als we op deze manier recht tegen het voorvlak van zo'n kubus aankijken, dan hebben we dus maar één set parallele lijnen die bij ons weglopen, die bij ons van ons beeldvlak vandaan lopen. We zien het object dan dus in éénpuntsperspectief, want die set lijnen die weglopen, die gaan allemaal naar één punt. We kunnen deze situatie heel makkelijk omzetten naar een perspectieftekening. Want deze voorste lijn kan ik één op één overhevelen naar beneden op mijn papier. Die lijn wordt in onze perspectieftekening dus de voorste lijn van het vlak dat straks de diepte ingaat. Ik wil een kubus maken en hoera hoera, we weten de breedte van het voorvlak en we weten dan dus ook automatisch de hoogte. Want die lijnen moeten net zo lang worden als de breedte. Zo krijgen we een vierkant. Dit hele vierkante vlak staat parallel aan ons beeldvlak, dus alle verticale en horizontale lijnen staan gewoon kaarsrecht. Nu ga ik eens bepalen wat de ooghoogte van ons standpunt wordt. Ik doe hem hier. Het verdwijnpunt weten we ook, want die kan ik ook uit mijn bovenaanzicht met een lichte lijn doortrekken naar beneden, zo naar mijn ooghoogtelijn toe. Dat is dus het centrale vluchtpunt. Dit punt moet op de ooghoogte liggen, hè? Ik kan dus nu vanuit de vier hoeken van mijn vlak lijnen naar achteren de diepte intrekken naar het centrale vluchtpunt. Alleen nu komt het dus. Waar moeten ze nou eindigen? Er is maar één manier om hierachter te komen. We gaan weer naar het plan van bovenaf. Want altijd als we iets niet weten, moeten we naar het plan. We weten dat we met diagonalen het midden van een vlak kunnen bepalen. En dat doe ik eens even bij mijn vierkant. En het leuke van zo'n vierkant is dat die lijnen automatisch in een hoek van 45 graden lopen. Als ik namelijk andere hoeken neem, hè, voor die diagonalen, dan krijg ik geen vierkant, maar een rechthoek. Kortom, om het even nog duidelijker te maken, als ik alleen de voorste lijn zou weten van mijn vierkant, en ik zet twee lijnen naar achteren neer en ik wil weten waar die lijnen moeten stoppen om er een vierkant van te maken, dan kan ik vanuit punt A en B twee diagonalen in een hoek van 45 graden trekken. En daar waar ze mijn lijnen die naar achteren lopen kruisen, daar moeten mijn lijnen naar achteren stoppen. En dat idee wil ik gebruiken in mijn driedimensionale tekening, in mijn perspectieftekening. Ik wil dus heel graag in mijn perspectieftekening ook diagonalen kunnen trekken vanuit punt A en B in een hoek van 45 graden. Maar het lastige is, door ons standpunt ten opzichte van het object, nu in 3D, zullen die hoeken niet 45 graden zijn. Hoe komt het nou dat ik hier niet gewoon een 45 graden lijn kan zetten? Nou, dat komt omdat we de boel nu in perspectief zien. En dan gaan lijnen die niet parallel aan ons beeldvlak lopen, altijd in een bepaalde mate schuin van ons vandaan lopen. En de hoek van die lijnen verandert dus ten opzichte van ons standpunt. Ik moet de oplossing dus ook niet zoeken in de 45 graden lijnen in het vierkant, maar in mijn standpunt. Want van bovenaf kun je zien dat deze 45 graden lijnen vanuit het standpunt parallel lopen aan de 45 graden lijnen in het vierkant. En als ik dan naar de 3D-tekening ga, dan weet ik dus niet hoe schuin die lijnen in het vierkant moeten gaan lopen. Maar ik zoek de oplossing dus op de verkeerde plek. Ik moet kijken naar het standpunt. Dus ik moet eerst zorgen dat ik ook in deze tekening het standpunt bepaal. Dat standpunt, dat hebben we in ons plan aangegeven. Dat kan ik 1 op 1 kopiëren naar onze 3D-tekening. Dus ik kopieer de afstand tussen het standpunt en de voorste lijn van het object, van bovenaf gezien, gewoon naar beneden naar mijn tekening. Dus die afstand is precies hetzelfde. Nu kan ik dus vanuit dit standpunt een 45 graden lijn gaan trekken. Ik zet de geodriehoek met de 0 bij het standpunt. En ik trek van daaruit een 45 graden lijn. En die trek ik door tot ik de ooghoogtelijn raak. En dat wordt het 45 graden verdwijnpunt van dit standpunt. En het is dus heel belangrijk om dit goed te begrijpen. Het standpunt is de enige zekerheid en de relatie tussen het standpunt en het object bepaalt de rest. Ik zet nu ook een 45 graden vluchtpunt op de horizon aan de linkerkant. En dit is niet per se noodzakelijk. Daar kom ik straks op terug. Ik doe dat nu alleen voor de extra duidelijkheid. En nu wordt het natuurlijk pas echt leuk, want we kunnen nu punt A verbinden met het 45 graden punt nummer 1. En zie wat er gebeurt. Hij snijdt die lijn die naar achteren loopt, net zoals we daar straks in het bovenaanzicht zagen. Dus die parallele lijnen, nogmaals, van bovenaf gezien, zijn die 45 graden lijnen lopen parallel aan elkaar en blijven natuurlijk altijd parallel aan elkaar lopen, omdat ze dan niet van ons beeldvlak vandaan gaan. Maar omdat wij nu tegen de kubus aankijken, loopt die parallele lijn ook schuin bij ons weg de diepte in. En daarom gaat die nu vanuit ons standpunt, hebben we dat 45 graden punt bepaald, en vanuit de hoek gaat nu die lijn dus convergerend naar achteren, naar dat 45 graden punt op de horizon. Maar goed, we weten nu dus waar de lijn moet stoppen, want daar waar hij de lijnen raakt die naar achteren lopen, daar moeten die lijnen stoppen. Nu kunnen we de lijnen van boven ook naar achteren laten lopen en die gaan dus weer naar het centraal vluchtpunt op de horizon. En we weten ook waar die moeten stoppen door verticale lijnen omhoog te trekken, want die zijn loodrecht omhoog, omdat ze parallel lopen aan ons beeldvlak. Maar ook hier had ik natuurlijk die andere methode kunnen doen. Ik had ook eerst de bovenste lijnen naar achteren kunnen laten lopen en dan met 45 graden lijnen het eindpunt kunnen opzoeken, maar dan kom je op precies hetzelfde uit. Nu ga ik laten zien hoe je zo'n raster maakt van vierkante vlakken in perspectief. Want als je van die perfecte vierkante vlakken in de diepte kunt zetten, dan kun je dus in schaal gaan werken. En nu gaan we dat op de verkorte manier doen, want wat ik net liet zien, dat was allemaal nogal wat omslachtig en met heel veel tussenstappen, maar dat was om het principe duidelijk te maken. Maar je kunt een hele hoop stappen overslaan. Eerst kies je een horizonhoogte, oftewel ooghoogte. Wil je hem hoog of laag of ertussenin? Dan zet je in het midden een verdwijnpunt, het centraal verdwijnpunt. Nu is het belangrijk om een standpunt aan te geven. Dat belang hebben we daar straks gezien. Want als we het standpunt niet weten, kunnen we straks het 45 graden punt niet vinden. Ik zet het standpunt nu hier en ik trek meteen weer zo'n 45 graden lijn. En daar waar hij de ooghoogtelijn raakt, zet ik een punt. Nu we hier toch zijn met de geodriehoek, kan ik je aanraden ook een lijn te trekken van 30 graden vanuit het standpunt. Daar waar hij de ooghoogtelijn raakt, zet ik een punt. Ik wil nu namelijk even een cirkel maken met het centraal vluchtpunt als exacte midden. En de rand van de cirkel moet over dat 30 graden punt lopen. Dus als u op papier werkt, zet de passerpunt dan in het centraal vluchtpunt en maak een cirkel over het 30 graden punt heen. En wat is dit nu weer, zul je zeggen? Nou, dit geeft nu schematisch het gezichtsveld van het standpunt weer. Als wij in perspectief tekenen en we willen het een beetje natuurlijk laten overkomen, dan moeten we er zoveel mogelijk voor zorgen dat we binnen een realistisch gezichtsveld tekenen. En dat is over het algemeen 50 tot 60 graden. Teken je daarbinnen in perspectief, dan zal het er allemaal prima uitzien. Maar zodra je te ver aan de randen komt of er buiten, dan treedt er te veel vertekening op, waardoor dingen er raar uit kunnen gaan zien. Hierover moet ik nog een losse video maken, want er is nog veel meer over te vertellen. Maar voor nu is dit wel prima zo. Nu tekenen we gewoon een horizontale lijn. En die lijn kun je naar believen verdelen in gelijke stukken. Zet daar dus dan punten neer. Verbind die punten allemaal met het centraal vluchtpunt. Dat zijn gewoon de lijnen van de vlakken die naar achteren lopen. En nu moeten we weer weten hoe lang die vlakken moeten worden, de diepte in. En dat doen we als volgt. Ik trek nu gewoon vanuit punt A van dit vlak een lijn naar het 45 graden punt toe. En hoppakee! Nou krijg ik heel veel cadeau, let maar op. De eerste afstand weet ik nu. Maar de tweede weet ik nu ook. En de derde ook. Enzovoorts. Mooi hè? Want die 45 graden lijn snijdt al die lijnen. Nu wil ik aan de zijkanten muren omhoog trekken. Ik zet een verticale lijn neer, hier vooraan, en verdeel die lijn in dezelfde maten als mijn horizontale lijn. Aangezien die verticale lijn, net als de horizontale lijn, parallel lopen aan mijn beeldvlak, kan ik dus gewoon dezelfde maten aanhouden. Want de afstanden zijn gelijk als op de voorste onderste lijn. Dan kan ik ook daarvan alle punten weer verbinden met het centraal vluchtpunt. Nu hoef ik alleen nog maar de lijnen omhoog te doen. En ik weet waar die moeten komen, dankzij de lijnen van de vloer. En op dezelfde manier kan ik dus ook de rechtermuur doen. En het plafond. En de achterwand. Dat is dus heel leuk hoe je dus door één simpele 45 graden lijn zo'n heel ding kunt opbouwen. Nou, wat kun je nou in de praktijk met zo'n rasterwerk, hoe doe je dat nou? Je kunt het in de praktijk, als je op papier werkt, bijvoorbeeld heel licht tekenen en er dan later donkerder overheen gaan tekenen. Je kunt ook zo'n raster maken en er dan je tekening op overtrekpapier daarbovenop maken. Of je legt je raster op een lichtbak en doet daar dan een ander papier bovenop om je tekening te maken. En als je digitaal werkt, dan kun je natuurlijk gewoon in nieuwe lagen er overheen werken. Het tweepuntsperspectief komt in een volgende video aan bod. Bedankt voor het kijken, succes met oefenen en tot de volgende keer.